Boze leraren verzamelden zich dinsdag op de Grote Markt in Nijmegen. Daarna volgde een optocht door het centrum. Leraren staakten voor de tweede keer in korte tijd om aandacht te vragen voor hun hoge werkdruk en lage salaris. De bijeenkomst werd georganiseerd door PO in Actie, de nieuwe vakbond die zich uitsluitend richt op leraren in het basisonderwijs. De vakbond kon in de afgelopen weken rekenen op veel nieuwe leden.